Het is absoluut uniek. Zeker sinds de Tweede Wereldoorlog is het de allerbelangrijkste schenking die we ooit hebben gehad. En het is ook bijzonder omdat we de eigenaar zo ontzettend goed hebben gekend. En omdat deze selectie door mijn voorganger Frits Duparc echt op maat is gemaakt voor het Mauritshuis. Ja. Waarom passen deze schilderijen zo goed in het Mauritshuis? Nou, het zijn allemaal Nederlandse schilderijen, dat verzamelen wij. Wij zijn echt een specialist op dit gebied. Het zijn ook schilderijen die relatief bescheiden van formaat zijn. Dat paste in Baron van Dedum's eigen woonhuis en dat past hier als geen ander, want dit is ook een voormalig woonhuis. De schilderijen zijn in 2002 al geschonken, nu zijn ze er pas. Hoe zit dat precies? Dat was een afspraak dat zij geschonken zijn aan de vrienden van het Mauritshuis. En die geven de schilderij in langdurig gebruikleen aan het Mauritshuis zelf. Het idee was om echt wel te laten zien wat je als verzamelaar zou kunnen doen voor een museum. Ook te tonen hoe belangrijk het is dat particulieren ook betrokken zijn bij musea. Maar de afspraak was wel dat ze in bruikleen weer aan hem waren. Dus ze hingen tot recent in zijn huis zelf. En ze zijn nu pas naar ons gekomen. Ja, ze hangen nu bij elkaar. Waarom is daarvoor gekozen? Nou, we wilden een beetje het zonnetje laten schijnen op deze prachtige schenking. Dus daar een, zeg maar, mini tentoonstelling van maken. Ze zijn ook prachtig bij elkaar. Je ziet ook zijn smaak, de samenhang. Maar vanaf november zullen we ze integreren binnen de vaste collectie. Dus de moeite waard om nu te komen kijken. En dan kijken straks waar ze terechtkomen. Ja. Hij is afgelopen jaar, eind 2015, overleden. Dus het is ook wel een beetje een dubbel gevoel dat nu de schilderijen hier zijn. Het is absoluut vooral vreugde dat ze er zijn. We zijn ontzettend blij en heel dankbaar. Maar het is ook een tikje toch wel verdriet. Want ik heb deze schilderijen in zijn eigen woonhuis gekend, hoe ze daar hingen. En we missen hem gewoon, want het was een hele bijzondere, warme, genereuze man.